De Holstein komt oorspronkelijk uit Duitsland en is een sportpaard, ongetwijfeld afkomstig van een van de oudste rassen van het land die in een half wilde staat leefde in de provincie Schleswijk-Holstein, het moeraspaard. Het begon allemaal in de 13e eeuw, toen de monniken van het Utherse klooster weiderechten kregen van Gerhard I, graaf van Holstein-Itzehoe, met als doel paarden te fokken voor landbouwwerk en voor cavalerie. Om dit te bereiken zullen ze lokale rassen kruisen met de raszuivere Spaanse, Napolitaanse en Oosterse paarden. Na de hervorming zullen de gronden worden teruggegeven aan de graaf van Holstein-Itzehoe, die de fokkerij zal voortzetten. In de 16e eeuw werd de Holstein populair in veel Europese landen en verlieten verschillende paarden het grondgebied. De volgende eeuw besloten Frankrijk en Engeland Holsteins te gebruiken voor het fokken van hun eigen paarden. Deze kruisen zullen Duitsland ertoe aanzetten om in 1686 de eerste regels te definiëren, met als doel het genetische kapitaal van het ras te beschermen. Maar de fokkerij zal in de richting gaan van massale productie en veel paarden zullen worden geëxporteerd. Na verloop van tijd zal een deel van de veestapel zijn kwaliteiten verliezen, wat de achteruitgang van het ras zal veroorzaken. Om de slechte kwaliteit van de fokdieren en de afnemende vraag van het leger te compenseren, zullen maatregelen worden genomen. De belangrijkste daarvan was de heroriëntatie van de Holstein richting tractie in de 19e eeuw, door deze te kruisen met de Yorkshire Coachbuilders en de Cleveland Bay. Maar na de Tweede Wereldoorlog zal de Holstein geen enkel nut meer hebben, vooral vanwege de veralgemening van de mechanisatie. Om hem in staat te stellen zijn populariteit terug te winnen, krijgt hij een bijdrage van de volbloed, waarmee hij zijn sportieve vaardigheden zal ontwikkelen, vooral op het gebied van de springsport. In 1891 werd de Arade Traffetaal opgericht in de buurt van Seggeberg, en verschillende fokkers kwamen samen om een vereniging op te richten en de standaard van het ras te bepalen. Tegenwoordig wordt het Holsteinpaard in veel Europese landen gefokt en doet het goed. Een goed springpaard en uitstekend in de dressuur, hij is het meest succesvolle paard voor eventing van alle Duitse rassen.